nieuwe video. Vandaag ga ik iets leuks unboxen. Namelijk een pakketje van Scoppy. Een boodschappenpakket. Mijn vriend die heeft zeg maar de app gedownload van Scoppy. En die zag een boodschappenpakket. En hij zei misschien is dat leuk voor een video of voor een artikel op pingin.nl. En normaal ben ik dan zo nieuwsgierig dat ik wil weten wat erin zit. En dit keer dacht ik van weet je wat, bestel maar. Ik zie hem wel verschijnen en dan ga ik hem gewoon samen met jullie unboxen. Hij was rond de 13 euro, dat was inclusief verzendkosten. Het eerste wat ik dacht is, het is niet een hele grote doos, maar toen ging ik hem opbeuren. Hij is wel zwaar en ik kon wel rammelen, dus ik ben heel nieuwsgierig en ik ga hem nu open. Ik heb hem opengemaakt en ik wil jullie zeg maar een sneak preview geven. Hij is wel zwaar, momentje. Dit zit erin. Oh, ik moet meer spinazie eten. Ik heb een kracht. Ik ga even één eruit halen en dan... Eerste wat ik eruit pak is van VSM, de Arniflor Zalf, eerste hulp. VSM ken ik wel, Arniflor heb ik ook wel eens van gehoord, maar wat het precies is, ja, zalf. Ik heb geen idee, even kijken. Dit is als eerste hulp voor cosmetische verzorging van blauwe verkleuring van de huid en voor ondersteuning van het herstellend vermogen van de huid. Verzorgende crème voor blauwe plekken of zo, denk ik. Ik moet even precies kijken. Altijd handig om in huis te hebben. Ik bedoel, sterren die valt nog wel eens. Ik stoot me nog wel eens. Dus leuk om uit te proberen. Het is wat anders dan eten en drinken. Dus ja, ik vind het wel leuk om uit te proberen. Het tweede is Favicade, de glutenvrije Oatly's melkchocolade. Er staat nieuw op. Ik weet dat dit product al een tijdje in de markt is. Of net nieuw. Geen idee. Ik heb het wel zien liggen. Ik heb het nog nooit op. En glutenvrij. Ja, mocht iemand tot daar naar op zoek zijn. Dan ze zijn er ook verkrijgbaar. Gewoon koekjes met melkchocolade. Dus lekker. Lekker voor bij de koffie vanavond. Dan. Oh, hier gaat Roy heel blij mee zijn. Van Napoleon. De Duo Drop Fruit Kogel. Die, van die zure kogels met drop. Dit is ook zuur toch? Ja. Citroen, sinaasappel en ananas. En dan met drop. De gewone kogels, de citroenkogels vind ik lekker. Maar nu dat de drop bij zit. Ja, ik ga het wel een keer proberen hoor. Dit gaat gewoon in de snoeptrommel. En wie een snoepje wil of wat dan ook, die pakt het. Ja. Ook leuk. Dan. Oh, dit vind ik dus heel erg leuk. Want ik ben dagelijks bezig met beauty en verzorging. Voor mijn werk. Dit is van Demakeup de Sensitive reinigingsdoekjes. En daarmee, ik gebruik ze niet echt om mijn gezicht mee te reinigen, maar meer om zwartjes zoals dit, wat niet van mijn hand af gaat, van mijn hand of van mijn arm te krijgen. En ja, Demakeup is gewoon een heel goed merk. Hartstikke leuk. Dan zitten wat lekkers in nog. Van Sunbreaks de Wavy Grains Sour Cream en Black Pepper. Ja, ken ik niet, maar chipjes of zo, dat wordt in het weekend wel eens gegeten. En komt ook wel op. Dan van Krusli Quaker Krusli Chocolate Pang. Nou, heb ik van de week in de boodschappenshoplog al laten zien dat ik een grote pak had gekocht. En ik heb nog heel veel staan van dit. Dus ik denk dat ik hier maar iemand anders blij ga maken in de familie. Want het is al niet zo heel gezond. En ik heb nog best wel veel staan. En het is natuurlijk geen hele grote verpakking. Maar ik ga dit denk ik aan iemand anders geven. Dan zit er een pakje Becel Almond in. Is het een amandelmelk? Even kijken wat het is. Wat is het? Ik denk amandelmelk, ja. Ik heb Becel eigenlijk alleen maar van bakken braden en smeerboter. Dus ik dacht misschien is dat het dan. Sorry als ik trouwens een beetje hoest nog en zo. Ik heb een paar weken lang de griep gehad. Longontstekingen en zo. En daarom ben ik in de video's van deze week ook nog een beetje kortademig. De postbode gooit iets door de brievenbus en dan gaat het vees oplaffen. Ontwond. Maar dan ben ik wat kortademig nog en een beetje hoesterig. En ja, dat. Maar ik denk dat dit amandelmelk is. Een klein pakje. Veel meer in. Dus we gaan even verder. Ik moet even goed uitrekken. Van
honing, ja. Er zit een failliete kruidenmix in. Nou, ik weet dat heel veel mensen niet van de pakjes en de zakjes zijn, maar voor dit soort dingen vind ik het makkelijk. Gewoon wraps met gehakt en allemaal groenten en een zakje kruiden. Dus ik denk dat wij volgende week lekker wraps gaan eten. Oh, ik hoor wat glas. Van Bos zit er de ijs rooibos lemon in. Ik denk dat dit ijsthee is, of niet? Ik denk het wel. Ik heb geen idee. Ik ken het merk helemaal niet. Leuke vallende verpakking. Wordt vast wel gedronken. Ik leg het straks in de koelkast neer dat die goed koud wordt. Ik ken het niet. Dan zit er van Homemade een brownie bakmix in. Nou, dit ga ik dus volgende week ook even lekker met sterren maken. Ik denk een keer op een woensdagmiddag of zo. Dan naar schooltijd. En we gelijk een toetje voor 's avonds of iets lekkers bij de koffie. En wat te doen. Volgens mij, je hoeft alleen maar water toe te voegen. En de rest, er zit een brownie mix in en een brownie bak voor me. Anders had ik die zelf nog gehad. En meer hoef je niet te doen. Dus ja, maar lekker makkelijk. Ik weet dat dit ook niet heel gezond is en zo. Maar af en toe moet het kunnen. En ik vind zulke bakmixen ook wel eens handig. Dan zit er van Prinses tonijnmoot in water in. Nou, dit vind ik ook heel erg lekker om zelf gezondere tonijnsalade te maken. Of gewoon de tonijnstukken in een salade te doen. Dus die komt ook wel goed van pas. En oh, we zijn er nog helemaal niet, ik denk. Van Lastie zit er half volkoren toverrijst in. Ja, ja, ik denk dat het al zegt, half volkoren toverrijst gewoon. Nou, lekker met een stukje kip en groente en een beetje saus of wokka of iets. Ja, weet je, dit komt ook wel op. Tot nu toe zitten er eigenlijk allemaal bruikbare dingen in waarvan ik denk, ja. Vandaar ook dat ik dit soort dingen was uitprobeerd. En terwijl ik dat zeg, pak ik een product waarvan ik denk, Van Blue Band zitten de appel en wortelspread in. Als ik dit al zie, dan doet het me een beetje denken aan, aan babyvoeding. Nou is sterren 10, dus kijk, het is een zoet broodbeleg. Ja, ik weet nu al dat ik dit niet ga eten en niemand in huis. Dus hier ga ik ook een ander thuis voor zoeken. Want nee, ik weet wel, sommige nieuwe dingen kun je proberen. En dan weet je pas of het lekker is, maar nee, sorry. Dan zitten er... Oh, er zitten echt heel veel flesjes in. Ik haal ze even uit hoor, anders hoor je dat zo. Van Apple Bandit Cider zit er classic, allebei twee classic apple flesjes in. Is dit alcohol? Ja, is alcohol. Ik moest even zoeken. 4,5% vol. Alcohol. Procent, nou ja, het is gewoon een biertje eigenlijk denk ik. Gewoon, ik heb geen idee. Ik ken het merk wel. Nooit geprobeerd. Maar op zaterdagavond drink ik. Ik drink door de week geen alcohol. Of er is een verjaardag. Maar eigenlijk drink ik nooit door de week alcohol. En op zaterdag wil ik nog wel eens een drankje doen met Roy. Gewoon thuis of bij visite of wat dan ook. Maar ook niet meer zoveel als vroeger. Niet dat ik vroeger zuipschuit was. Maar gewoon één of twee drankjes. En dan vind ik dit ook wel leuk om dit uit te proberen. Geen idee of het lekker is. Maar daar komen we dan wel achter. Dan zit er nog een flesje in. Volenhoven & Co. Falcon Ale. Een fruitige peel met veel hop. Is dat dan, toch een soort bier? Ik laat het wel even zien. Denk ik. 6,2% alcohol. Geen idee. Nooit van gehoord. Ik denk dat het meer Roy's afdeling is. En dan zitten we als laatst twee blikjes Heineken in 0,0%. En dit ga ik ook niet drinken. En Roy die houdt niet zo van Heineken en 0,0, nee. Dit ga ik gewoon bewaren in de koelkast. Komt binnenkort is sterrenjarig over een paar weken, maanden. Maar goed, dan zijn ze nog wel houdbaar. Ja, juni, sterren is mijn jarig. En mocht er visite zijn die nog moet rijden en 0,0 wil, heb ik ze alvast in huis, twee blikjes. En toen was de doos bijna leeg. Ik heb 5 euro korting op jouw bestelling. Kijk hoor. Oh, dus ook over bier. Mocht iemand 5 euro korting willen, dan moet je, kun je de code MAGIET5 gebruiken bij Beerwolf. Alleen moet je dan wel eerst 34,95 besteden. Dat vind ik dan altijd, dat denk ik, ja. Leuk.
Nou, dit was de inhoud van de eerste Scoopy boodschappenpakket die ik heb gekocht. Of eigenlijk Roy. Maar ja. Ik vind het echt... Dat ik dacht van nou voor 13 euro. En er zit ook nog bezorgkosten in. Pakketkosten zijn rond de 6,95. Dat reken ik er dan even voor. En als ik zie wat ik hier heb staan. Dan denk ik nou. Op twee dingetjes na. Zoals. Dan denk ik nou dat had die groeven. Maar goed, daar kan ik vast iemand anders nog blij mee maken. De rest komt hier allemaal van pas en op. En gaan we gewoon lekker van genieten. En zien jullie vanzelf alweer terug in de vlog. Als we misschien brownies gaan bakken volgende week. Dus ja, dat was de video in de unboxing. Dus ik heb wat anders dan beautyproducten unboxen en zo. Dus vond ik ook wel heel erg leuk eigenlijk. Zijn jullie bekend met Scoopy boodschappenpakket? Gebruiken jullie die app? Alleen is het trouwens niet gesponsord. Maar ik heb zelf de app ook even gedownload. En ik vond het wel interessant om te zien dat je boodschappen kan kopen. En dat je weer cashback kan krijgen. En leuke aanbiedingen. Dus daar ga ik wel even in de gaten houden voor wie weet nog een video in de toekomst. Laat even jullie onder de video jullie ervaringen achter. En ik ga dit opruimen en lekker genieten van ons weekend. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.